Als je mijn vorige video hebt gezien over eten als ja de Anna, dan had je deze al voorbij zien komen. Ik heb echt meer dan 10 uur geslapen. Lactase, als je dat ziet staan in die ingrediënten, dat is dus om de lactose die normaal in melk zit al voor te verteren. En het verschil tussen bloem en meel is dat ik mijn benen vandaag niet zo heel erg mooi vind. Dan door naar mijn working sets. Ik had vandaag dus wat minder gewicht dan normaal. 28 kilo per kant, dus 56 kilo in totaal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ik start de video in mijn ochtendjas, want het is echt een lazy Sunday vandaag. En ik neem jullie mee gedurende de dag. Dus gewoon lekker een dagvlogje. En ik laat zien wat ik eet momenteel. In een klein calorietekort. En we werden echt 10 uur wakker van de kerkklokken hier. Ik heb echt meer dan 10 uur geslapen. Ik had het denk ik eventjes nodig. En nu is het tijd voor pannenkoeken. Het is ook echt heerlijk weer vandaag. Ik weet nog niet wat er op de planning staat. Waarschijnlijk moeten we eventjes naar de Lidl voor boodschappen. Voordat ik begin met het eten, altijd gewoon eerst eventjes lekker wat water. En ik neem direct mijn supplementen. Ik neem bijna dagelijks een kleine vitamine D van 10 microgram. Omdat ik weinig buiten kom. Ik kom weinig in de zon. Ik probeer eigenlijk de zon een beetje te vermijden. 2 keer per week een vitamine B12. Omdat wij weinig rood verwerkt vlees eten. Ik neem dagelijks een magnesium. Ik ben een tijdje geleden mee gestart. En ik had er zo mijn twijfels over. Omdat het ja, voor volwassenen die gewoon gevarieerd eten niet nodig is om te nemen. Maar ik eet momenteel een klein calorietekort. En ik train gewoon 7 keer per week momenteel. En ik train altijd best wel hard en zwaar. Dus ik merk dat het me wel helpt bij of tegen spierpijn en spierkrampen voornamelijk. Dagelijks een multi. En dat is meer ook om gewoon tekorten te voorkomen. Hier zit bijvoorbeeld ook wat ijzer in. Nou, ik heb in het verleden wel eens een ijzertekort gehad. En hier zit niet meer dan 100% van de ADH in. Want je wil ook niet over gaan doseren met bepaalde dingen. Alleen dan dus die magnesium, de B12 af en toe en die vitamine D is dan een beetje extra. Maar je hebt echt geen 1000% van de ADH nodig. En in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij magnesium en bij vitamine B6 onder andere, kan dat ook juist negatieve gevolgen hebben. En dagelijks creatine. En met supplementen is het gewoon heel erg belangrijk dat je moet weten dat als je volgens de richtlijn een goede voedingsschema 5 eet en gewoon gevarieerd eet, dat het niet nodig is om een supplement te nemen. Mocht je twijfelen daarover, praat gewoon met je diëtist. Die kan naar je voeding kijken en naar je eetpatroon en kijken of je op de termijn een risico loopt op tekort omdat je bijvoorbeeld bepaalde voedingsproducten weinig eet. Of praat met je huisarts om een bloedtest te doen voor bijvoorbeeld voornamelijk ijzer, vitamine D. Komen daar vaak uit of daar een B12 of daar een tekort aan is. Maar voor de rest kan je dus het best eventjes bij de diëtist aankloppen. Want die kan helemaal de voeding berekenen en op basis daarvan een aanbeveling geven. Dat heb ik dus zelf vroeger ook gedaan. En daaruit kwam dat ik van bepaalde B-vitamines, voor B1 geloof ik, niet iedere dag voldoende binnen kreeg. Dat ik daar nog wel moeite mee had. En net zoals selenium. Die heel veel in paranoten voorkomt. Nou, en toen dacht ik, oké, voor mij is het dus wel fijn om gewoon iedere dag een multivitamine te nemen. Want ik eet niet iedere dag perfect. Op naar de pannenkoeken. Maar ik wil eerst dit proberen. Als je mijn vorige video hebt gezien over eten als ja de Anna, dan had je deze al voorbij zien komen. Ik had gisteren deze gehaald bij de Albert Heijn. Ik zag deze en ik wil het gewoon zo graag proberen. Ik denk dat ik de café latte neem en dat ik voor mijn vriend de hazelnut caramel flavor inschenk. Maar die wil ik natuurlijk ook wel eventjes proeven zelf. Hier zit dus een dubbele espresso shot in. Ingrediënten: magere melk, volle melk, melk, eiwit, isolaat. Ja, dat is natuurlijk ook voor de eiwitten. Melk, eiwit, concentraat, water,
koffieconcentraat, suiker, lactase. En lactase, als je dat ziet staan in die ingrediënten, dat is dus om de lactose die normaal in melk zit al voor te verteren. Dus zo maken ze lactosevrije producten. Want wij mensen hebben in onze darmen enzymen, die heten lactase-enzymen. En die helpen dus onze darmen om de lactose te verteren. Alleen we hebben maar een x aantal van die enzymen. Dus vaak is het als iemand dan te veel lactose binnenkrijgt, dat het gewoon te veel is en de darmen niet het meer kunnen verteren. Of bij een lactose-intolerantie, dat je gewoon bijna heel weinig of geen lactase in je darmen hebt. Waardoor je dus helemaal lactosevrij dient te eten. Of gewoon heel veel klachten krijgt omdat je darmen het gaan fermenteren in plaats van verteren. Ik ben hier ook naar die hazelnoot karamel echt heel erg benieuwd naar. Even ruiken. Oeh, dit ruikt lekker. Dat doe ik echt een koffiekleur. Ik zet er eventjes bij, want dan moet ik niet vergeten welke is. Zo. En ik drink mijn koffie trouwens altijd met een rietje. Als het kan. Dat heeft met name te maken voor de tanden. Als je het met een rietje drinkt, dan komt het minder langs je tanden. Dus dan blijven je tanden witter. Oké, dit is de café latte. Dit smaakt eigenlijk precies hetzelfde als zo'n Starbucks drankje dat je koopt. Gewoon zo'n café latte Starbucks drankje in de supermarkt. Alleen hier zit dan 20 gram eiwit in. En dit heb je natuurlijk, je kan natuurlijk ook gewoon zelf je eiwit koffie maken. Maar dit is gewoon leuk om een keer te proberen. En als je onderweg bent en je wilt en koffie en iets eiwitrijk, dan is het natuurlijk leuk om voor te kunnen kiezen. Het is gewoon leuk dat het is. Oeh. Ja, deze gaat mijn vriend lekker vinden. Dit smaakt echt naar, het is een beetje dikker. Het is dikker, zeg maar, dan dat ik normaal een latte maak met melk en een ijsklontjes en bijvoorbeeld iets van hazelnootsiroop. Maar het smaakt eigenlijk hetzelfde. Dus ik ga lekker ijsklontjes erbij doen en dit gaan we rustig opdrinken zo. Ik zet het er nog even bij, zodat mijn vriend ook allebei kan proeven en dan mag hij kiezen welke hij wil. Ik doe voor mezelf een combinatie van meel en bloem. Ik heb 50 gram bloem en dan 50 gram meel. En het verschil tussen bloem en meel is dat in meel is de hele graankorrel of tarwekorrel gebruikt. Waardoor het dus eigenlijk een volkoren variant is. Dus er zitten meer voedingswaarden, meer voedingsstoffen in en meer vezels. Dus dat is eigenlijk een iets voedzamere keuze. Maar bloem is natuurlijk lekker zacht. Dus ik maak vaak een combinatie van de twee. Soms kies ik helemaal voor meel. Soms kies ik helemaal voor bloem. Ligt er een beetje aan waar ik op dat moment zin in heb eigenlijk. Ik heb voor mijn vriend ook de helft meel en bloem. Hij heeft dan iets meer in totaal dan wat ik heb. En ik wil wat dikkere pannenkoeken. En hij wil dunne pannenkoeken. Dus ik maak ze gewoon eventjes apart de basis. En ik heb ook nog wat cottage cheese. En dat doe ik dan met eiwit. En dat geeft de pannenkoek extra eiwit. En dat maakt het extra smeuig. En ik vind ook dat ze daardoor wat zoeter worden. Ik vind het echt super lekker. En een hele goede hack om extra eiwit aan je pannenkoek toe te voegen. Zonder dat je dus eiwitpoeder hoeft te gebruiken. Want ik vind dat daar pannenkoeken heel erg droog van worden. En I'm sorry, I'm not here for it. Dus deze boter gaan we gebruiken. Ik vind het meestal het lekker om van die kleine pannenkoekjes dan zo op te stapelen. Dus bij mij duurt het altijd heel lang en mijn vriend eet ze gewoon zo. Ik heb het proces een beetje versneld en het is ook gewoon even zo gedaan, want anders duurt het zo heen lang. Dus ik heb nu zo een stapeltje pannenkoeken. Ik heb hier speculoos pasta gesmoesd. En ik heb wat blauwe bessen, ook wel heel donker hè.
Blauwe bessen ook eventjes in de magnetron geweest. En aardbeidjes. En dan heb ik nog wat kwark voor de overheen. En maple syrup. Echt geen idee of ik dit allemaal op ga krijgen trouwens. Maar we will see. Waarschijnlijk zit ik weer echt onwijs vol. Nou, dit is mega ontbijt. Maar ik heb in ieder geval wel 60 gram eiwit binnen deze ochtend. Dan die cottage cheese erin. Maak het zo lekker. Brunch is klaar. Ik zit vol. Eten laten zakken. En dan leg day. Ik hoop dat het beter gaat dan vorige leg day. Want mijn vorige leg day was echt helemaal niks eigenlijk. Neem jullie denk ik wel mee naar het trainen ook. Ik moet eventjes een tripod vinden. Om jullie mee te nemen. En ik hoop dat het rustig is. Want dan kan ik jullie gewoon neerzetten. En ik hoop gewoon echt eventjes weer een goede training te kunnen hebben. Vorige week zondag was ik niet naar de sportschool. Vorige week maandag ging het meh. Afgelopen woensdag leg day ging eigenlijk vrij slecht. Ik had echt super weinig kracht. En upper kon ik dus niet echt trainen door mijn pols. Dus ik hoop nu gewoon weer even een goede leg day te hebben. I need it. Ik heb eventjes hier wat opgeruimd in de keuken. Lekker uitgevoerd. Ja, ik ben nu ijsjes aan het maken. Ijsstok lolly dingetjes van Pro. Gewoon van bol.com. En dit is Slimpy aardbei. En hij was bijna leeg. Dus ik heb hier zeg maar water in gedaan. Dus hij is al ready to use. En dan gooi ik dat erbij. En dan heb je eigenlijk gewoon lekkere ijslollies. Dus met een smaakje. En er zitten geen calorieën in. Ik ga me denk ik ook nog eerst even omkleden. Want ik heb dit aan. Deze superleuke oversized shirt van Change Coaching heet ze geloof ik. En hij is best wel dik. Dus ik moet gewoon echt eventjes iets anders aan doen. Want ik zweet nu al. Het zit op: a strong body is formed with peace of mind, an open heart, loss of self-respect and a drizzle of discipline. Kijk hoe schattig. Wat hij erover aangaf, waarom hij ook vaak oversized shirts draagt in de sportschool, is dat je bent aan het sporten voor jezelf en voor je lichaam. En dan wil je niet altijd in de spiegel heel erg bezig zijn met hoe je lichaam eruit ziet. En dat heb ik ook heel erg, want ik heb gewoon poses en als ik aan het trainen ben waarop ik niet het beste eruit ziet, wat heel normaal is, want je bent aan het trainen. Dus je bent, dit is geen modeshow, sporten. En dan wil je gewoon daar niet mee bezig zijn. Dan wil je daar niet druk over hoeven te maken van, oh mijn god, je ziet hier een vet rol en daar een vet rol en hoe kijk ik. Dus een oversized shirt is dan gewoon heel erg fijn. Omdat je dan gewoon echt kan focussen op je training. Dus die wilde ik vandaag aan samen met een legging. En ik had dus deze legging aangetrokken. Omdat ik mijn benen vandaag niet zo heel erg mooi vind. Maar ik denk toch dat ik een andere legging aan gaan trekken, want dit is gewoon eigenlijk echt veel te warm. Dus tijd om te kleden. Ik heb nu deze aan. Dit is toch wel eventjes wat chiller. Alleen nu moet ik er nog iets bovenaan. Want kijk, zo in de spiegel denk je, oh wauw. Buikspieren komen een klein beetje erdoor. Er zit gewoon nog een laag vet op, lieve mensen. Maar ja, zeg maar, waar ik naartoe wil is in zicht. Alleen als ik aan het trainen ben en alles zit overal en kruipt overal. En dan vind ik dat gewoon niet heel chill. En ik heb ook niet de kleinste boezem. Dus dat vind ik ook niet heel chill. Dat iedereen dat dan ziet. En als ik dan bezig ben dat je dat zo dan, ziet hangen. En een hele grote décolleté. En ik heb eigenlijk echt wel alleen nog mijn shirts. Deze witte van Gymshark. Misschien is dat wel leuk.
En anders hebben we Puma. En ik heb ook nog deze. Deze is van Under Armour. Het is gewoon een zwart shirtje. Kijk, ik vind dit wel schattig. Ik heb nu dus deze aan van Under Armour. Het zit hier alleen misschien een beetje raar. Even. Zo. Ik heb hem dan erachter wel ingedaan, omdat hij wat langer is. En dan ben ik gewoon weer all black everything. Zoals regelmatig. Ik vind dit wel prima om in te trainen. Meteen nog mijn knee sleeves. En that's it. I'm ready. Ik neem jullie vandaag mee tijdens mijn leg day. En sorry als ik een beetje hijg af en toe of verstopt klink. Ik ben verkouden namelijk. Ik was hier nog even aan het stretchen en de juiste voetpositie aan het zoeken. En daarna ging ik over op de opwarmsetjes eigenlijk. Zoals je hier ziet, ik focus me eigenlijk al meteen in het begin, ook tijdens het opwarmen, alsof ik al de oefening doe met hoog gewicht. Dus ik let ook al op mijn ademhaling en echt op het uitduwen. Daarna ging ik over op een warm-up met kleine gewichtjes, dus 7 kilo per kant. En ik had hier nog last van mijn polsblessure, dus ik kon niet zo heel zwaar, ik kon zeg maar geen zware gewichten echt tillen in mijn handen of aan mijn pols hebben hangen. Dus ik ging überhaupt niet zo heel zwaar vandaag. Na mijn opwarming met kleine gewichtjes ging ik nog heel eventjes dynamisch stretchen. Dat had ik eigenlijk al in het begin moeten doen, maar ik dacht, nou, ik doe het nu nog eventjes. En ook om jullie te laten zien hoe je dan een beetje ook je heup losgooit. En wat ik dus doe om mijn lichaam klaar te maken voor de zwaardere sets en überhaupt de leg day. Ik speel hem even versneld af, maar het is dus met mijn benen van voor naar achter en mijn benen naar de zijkant om mijn heup open te maken. En daarna doe ik nog vaak een stretch voor mijn heup en mijn enkel mobiliteit. Dus dan ga ik op de grond en dan leun ik naar voren om mijn enkels ook eventjes wat vrijer te maken en wat losser. En nog even een stretch voor de hamstrings. En dan ga ik verder met het opwarmen. Dit was dan met 2 keer 12 kilo. En die ging wat sneller. En natuurlijk mijn andere been. En ik doe trouwens alles deze dag 3 keer 8. Dus 3 setjes van 8 herhalingen. En dan 8 herhalingen per been in dit geval. Dan door naar mijn working sets. Ik had vandaag dus wat minder gewicht dan normaal. 28 kilo per kant, dus 56 kilo in totaal. En na zoveel jaar weet ik best wel goed hoe ik mijn voet kan plaatsen en wat voor mij goed voelt. Dus je zag me in het begin een beetje mijn voet herplaatsen, want dan voelde dat eerst niet helemaal fijn. En dan buig ik naar beneden en ik buig altijd dan ook iets naar voren met mijn bovenlichaam. En ik doe echt vanuit mijn been dat aan het werk is. Dus in dit geval nu naar mijn andere been. Ik heb even rust genomen tussen mijn beide benen door. En dit is wat versneld, maar dan de voorste been is echt het werk aan het doen. En de volgende oefening is een leg press variant. Ik doe tegenwoordig een leg press variant waarbij ik een soort pause leg press doe. Dus ik laat hem helemaal terugkomen zonder de safety dingen erop. En dan duw ik hem eigenlijk vanuit stilstand, duw ik hem weer uit. En dat is zo super zwaar, want je hebt ook de diepte. En je duwt eigenlijk het dode gewicht telkens weer weg. Hier was ik eventjes mijn vriend aan het vragen of hij wilde spotten en een gewichtje eraf wilde halen als ik niet meer kon. En ik vind dit een hele fijne oefening, omdat het gewoon ook super efficiënt is. Ik kies mijn oefeningen er vaak op uit dat ze ook gewoon heel efficiënt zijn. Zoals een squat, een Bulgarian split squat, een leg press, een RDL. Dat zijn gewoon efficiënte oefeningen waarmee je meerdere spiergroepen pakt. Je zal mij niet zo heel snel glute kickbacks bijvoorbeeld zien doen. Voldoende rust is natuurlijk ook belangrijk, zoals je me hier ziet doen. Want je hebt gewoon echt die rust nodig om weer voor je volgende set te kunnen gaan. En je dan ook weer helemaal te kunnen geven. Hier zie je mij dus nog een keer gaan. En dit was ook wel samen met de Bulgarian split squat een van de zwaarste oefeningen van vandaag.
door naar het hip thrust apparaat. Ik weet niet waarom ik zo in de camera keek. Dit apparaat is aan de ene kant wel heel fijn. Ik gebruik hem vaak voor een soort burn-out. En daar gebruikte ik hem hier ook voor. Dus ik ging zitten. En dan zou ik altijd eventjes met dat ding kijken hoe ik hem wil hebben. Want hij, ja, ik vind het niet helemaal ideaal liggen. Je doet het omhoog en je haalt de hendel zeg maar naar voren. Zodat hij daar niet meer op leunt. En je ziet me ook dat ik echt... Ja, je ziet me echt uitduwen. Dit is eventjes versneld. En op het eind zie je me ook ja, gaan. Totdat ik eigenlijk bijna echt niet meer kan. Zodat ik hem eigenlijk niet helemaal meer uit kan duwen omhoog. En dan probeer ik er toch nog één of twee uit te krijgen. Om echt ja, bijna tot burn-out te gaan. Wat ik zo schattig vind bij ons in de sportschool. Mijn vriend is 30 en hij traint al sinds 18e. Dus bijna... Nou, een groot deel van zijn leven, vroeger ook al voetbal gedaan. En hij is onwijs sterk. Hij is echt een van de sterkste gozers hier. En dan is hij een oefening aan het doen met onwijs veel gewicht. En dan zijn er altijd, of best wel vaak, zijn er wat jongere jongens van 16, 17, 18. En die zitten dan naar hem te kijken. En dan als hij klaar is, dan zo, wow, 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 zoveel gewicht en zo. En dat is dat gesprek, zeg maar, die gesprekken, dat vind ik zo onwijs leuk om te zien dat mensen daar zo leuk op reageren en hoe leuk mijn vriend daarmee omgaat. Dat vind ik echt een van de beste dingen van de hele gym community. Dat iedereen zo supportive is naar elkaar. Van, wow, je doet echt goed, echt veel gewicht heb ik gedaan en je bent zo sterk. Dat is echt, ik vind het echt geweldig. Hè? Ik was aan het vertellen hoe leuk ik het vind van zeg maar de gym community dat jij zo sterk natuurlijk bent en dat heel vaak het gebeurt dat jij een heel iets doet met heel veel gewicht en dat dan wat jongere yogis en naar je kijken en dan zeggen van wow, hoe doe je dat zo? Ja, maar dat is toch zo, dat vind ik zo leuk, dat vind ik zo leuk dat iedereen zo supportive is en altijd ja zo leuk naar jou naar jou toe komen dan. Echt onwijs schattig. Door naar de volgende oefening, de leg extensions. En daar is het belangrijk om op te letten dat je je benen niet laat zwieren. Dat je de controle houdt gedurende de hele oefening. Dus van het teruggaan naar het omhoog gaan. En het liefst wil je dus ook een beetje een soort ja, echt uitpushen als je boven bent. En de laatste oefening was een adductor, geloof ik, is dit. En ik doe de adductor en abductor. De abductor is naar de andere kant echt meer voor de kleine spiertjes die daar zitten. Die me helpen met stabiliteit en eigenlijk zodat ik de grote oefeningen veilig kan blijven uitvoeren. Zodat die kleine spiertjes ook getraind worden. Thuis van het trainen. De training ging super lekker trouwens. Ik ben echt blij dat het zo goed ging vandaag. Ik pak even de tripod erbij. Ik heb als het goed is heb ik een voice-over gedaan. Dus als het goed is weten jullie wat ik allemaal heb gedaan. En daarna zijn we meteen boodschappen wezen doen bij de Lidl. En mijn vriend en ik doen wekelijks grote boodschappen bij de Lidl. En sinds dat we dat doen besparen we gewoon zoveel geld. Eerder kocht ik bij de Albert Heijn. En dan gewoon best wel lui laten bezorgen. Ik werk 40 uur per week. Dus ik vind dat op zich heb ik het er dan voor over. En ik wil hem gewoon niet iedere keer in mijn eentje twee uur op, in mijn weekend kwijt zijn voor de boodschappen. Dus we hebben besloten, we gaan gewoon samen de boodschappen even regelen. Vaak na trainen. En daarmee besparen we gewoon best wel veel geld. Door dat gewoon bij de Lidl te doen. En niet bij een dure winkel zoals de Appie Heijn. Dit staat echt onwijs scheef. Dus ik zal jullie laten zien wat voor boodschappen ik heb gehaald. Fit girl, boodschappenhol. En ik heb echt trek. En het is alweer 5 uur. En moeten we nog dus een beetje middag eten. En avond eten. Ik zal niet per se alles laten zien. Want dat is ook niet heel bijzonder. We hebben in ieder geval lekker veel fruit. Altijd gewoon lekker voldoende fruit en groente in huis. Avocado's. Edamame-boontjes en edamame-beans. En edamame-beans in het velletje nog. Altijd handig om te hebben. Voorgesneden groente is echt een timesaver. We hebben deze week
best wel wat vleesvervanging. Ik heb veganistische shawarma, die heb ik eigenlijk altijd wel. Vegetarische of veganistische burger, vegan rulstukjes, vegan krokante schnitzel, falafel en deze tempeh blokjes. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oké, wat er dus was gebeurd. Zoals je ziet, zit er een hele grote zwarte vlek van de sojasaus in de koelkast. Ik had namelijk volgens mij bij het opruimen van de boodschappen iets naar achter geduwd, waardoor de sojasaus om was gevallen. En dat was dus over de hele koelkast langs de muren gedropen. Dus dat kon ik eerst allemaal lekker gaan opruimen. Alles meteen schoongemaakt. En daarna weer ingeruimd. Dus geniet van deze opruimbeelden. Nou, plannen zijn veranderd. Want ik wilde gewoon eventjes een post-workout parkje maken voor mezelf. Alleen het is inmiddels 5:30. Omdat ik de koelkast dus helemaal moest schoonmaken. Dus we gaan gewoon avondeten en neem ik vanavond nog wel wat te snacken. Ik heb Italiaanse salade. Dus voor mijn vriend en voor mij beide een salade. En dan heb ik de helft van deze echt massive margherita pizza. En mijn vriend heeft de prosciutto. Ja, dat zeg ik. Mijn vriend heeft de prosciutto pizza. Nu gewoon avondeten en we zien wel wat ik zie wel wat ik vanavond nog ga eten dan. Soms loopt het gewoon even anders dan dat je gepland had. En dat is oké. Dit ziet er heerlijk uit. Kijk nou. Oh, dit wordt lekker. En ik neem dus een halve pizza met wat groenten. Omdat ik dus wel in een klein calorietekort eet. En dan is een hele pizza vind ik gewoon eventjes too much. Dus kies ik voor de helft. Daar kan ik ook gewoon lekker van genieten. Ik ben een korte wandeling aan het maken. 10 minuutjes, 15 minuutjes. Want ik had op de sportschool niet mijn 10 minuten cardio gedaan. Meestal doe ik na het krachttrainen eventjes 10 minuten op de stermester. En ik doe sowieso 2 keer in de week cardio. Hierover ga ik nog een hele video maken over een tijdje. Dat is nu nog niet aan de orde. Maar ik train momenteel dus 7 keer per week. 4 keer kracht, 2 keer cardio, waarvan 1 echt full-out cardio is en de ander gewoon rustig een uurtje op de stermester. En dan nog 1 keer zaktraining. Dus ik had mijn cardio nog niet gedaan. En ik dacht, dan ga ik gewoon eventjes vanavond lekker een klein rondje wandelen. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Om je stappen er lekker in te krijgen. En mocht je nou zelf iets willen doen aan een gezondere leefstijl. Of als je vet wil verliezen. Maar je niet weet waar je moet beginnen. Omdat het best wel overweldigend kan zijn. Er is zoveel informatie natuurlijk op het internet te vinden. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. De beste tip die ik je kan geven daarvoor is begin gewoon met kleine gedragsveranderingen, zoals iedere avond of 3 keer per week 10 minuten wandelen. En ga dan ook 10 minuten wandelen, ook al regent het, ook al heb je geen zin, op die momenten ga je 10 minuten wandelen. Zo wordt het een gewoonte en zo leer je jezelf ook een beetje discipline aan om het gewoon te doen. Het is niet nadenken, je moet het gewoon echt doen. Toen ik begon met sporten,
Wat ik toen had gedaan, is gewoon gaan. Niet nadenken, gaan. Ook al was ik er maar 5 minuten, ook al zette ik een stap in de sportschool en ging ik daarna weer weg. Dat maakte niet uit, ik ging gewoon. En door het gaan, door het je klaarmaken, jezelf er toe zetten om te gaan, leer je gewoon 1, die discipline. En 2, het wordt een gewoonte op een gegeven moment. En die gewoonte die heb je dus nodig om je gezonde leefstijl ook vol te houden. En soms had ik absoluut geen zin en ging ik dus na 5 minuten weer weg. En soms had ik echt helemaal geen zin en was het echt een van de lekkerste trainingen van die week. Dus begin met iets kleins. Doe het voor een langere periode. En houd dat dus vol. En daarom is het dus ook het best om niet ineens hele grote doelen te gaan stellen. En heel veel te gaan veranderen in je leven. Ik ga iedere dag trainen. Ik ga geen suikers meer eten. Ik ga niks meer onbewerkt eten. Ik ga mediteren iedere dag. Dat is te veel. Begin gewoon echt ergens klein. En bouw het zo op die manier op. Dat is echt de beste manier om een gezonde leven te beginnen. En ook vol te houden. En natuurlijk was ik vergeten de video af te sluiten hierna. Ik had 's avonds nog wat kwark en wat aardbeien en een handje noten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je de video leuk vonden, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. Dat helpt mijn kanaal ontzettend. En er komen heel veel leuke dingetjes aan. Dus tot de volgende keer.